Heel lang geleden. Nee, dat heb jij vanmorgen al gedaan, dus... doen we niet meer. Nogmaals, heel lang geleden was er iets met FTP-servers en dat was... Ja, de NLU had het en dat was allemaal door het bestuur werd dat onderhouden en... Toen waren er wat stappen in, wat ingewikkelde dingen in de NLUG en er moest meer sponsoring komen. En nou, toen werkte Mike en ik samen bij hetzelfde Unix bedrijfje in Rijswijk. En we hadden het idee van, ja, nou, de NLUG, Unix, sponsoring, ja, cool. En dan zijn we samen naar onze directeur gegaan en die zei van, ja, maar ik heb geen geld. Je mag het wel doen in de basistijd als je de tijd voor hebt. Als sponsoring. En ja, maar wat dan? En toen kwam het idee van, nou ja, dan gaan we de FTP-server doen. Walter deed dat toen samen met JC. En... toen heeft als sponsoring Competta ons tijd gegeven om die FTP-server te onderhouden. Zo is het een beetje gekomen. En het gaat nog steeds goed. En Mike gaat het vertellen. Ga je gang. Dankjewel. Mijn praatje gaat over de NLUG-server, de FTP-server. Rudy en ik zijn sinds 2012 begonnen met het beheren van het OS. Daarna hebben we meegeholpen met het beheren van de MIRS. En ik ga nu een verhaaltje vertellen over de historie van de NLUG-FTP-server en hoe ver we nu staan. Beetje over mezelf. Sysadmin sinds 1990. Sinds 1995 gestart met Linux. Huidige werkgever is Proxy Managed Services. Daar doen we relatief leuke projecten. op het ogenblik ben ik bezig met een setup voor een klant. Virtualisatie, multiple data centers, software-defined storage, multiple petabytes. Redelijk uitdagend. Bezig met OpenShift en met het managed service team zijn we bezig om de zaak te beheren voor diverse grote klanten. Sinds 2012 ben ik een van de FTP NLUG admins. Samen met Rudy. En de historie van de NLUG. Dit hebben we allemaal van JC gekregen. Die heeft een aardige historie. JC is Jan-Christian van Winkel, werkt bij Google. Die is sinds 1992 beheerder van de FTP NLUG. Is overgedragen door Ted Lindgren. Toen dacht ik van, oh, klinkt best wel bekend die naam. Wie is dat eigenlijk? Dus dan ga je even googlen en dat blijkt dus degene te zijn die internet in Nederland heeft gebracht en Nelnet heeft opgezet. Dus het gaat redelijk ver terug in de tijd dat de NLUG FTP-server er was. Heeft verschillende namen gehad, ftp.nl.net, ftp.nlug.nl. Volgens mij is de Surfnet-naam is er ook nog een tijdje in, heeft die erin gezeten. En dat is in ieder geval het eerste mailtje wat JC heeft gevonden van de historie van de NLUG-server. Uit een vak van Arjan de Vet in juli 1993, ftp.nlug.nl, komt bij Stichting NLnet vandaan. We hebben anonymus FTP en FTP. Omvang 1,5 gigabyte. Nou, in die tijd was dat redelijk veel. En wat mirrort hij? Hij heeft mirrors, ITR en nog van alles.
En een aantal opmerkingen. Archive is ook toegankelijk via UCP. Nou zie ik een paar jonkies zitten en hebben jullie ooit wel eens gehoord van UUCP? UUCP, dat is Unix to Unix copy. Ik heb het in het verleden ook wel eens gebruikt om via een dial-up line een tar-gz te maken en daar mijn mail binnen te halen van een andere site die wel een vaste lijn had. En wat er werd er gemirrord, GNU, CNews, Linux en ook het hele archive van EU.net. Wordt via FTP wordt het ontsloten en we hebben ook Archie-commando's. Nou, nog een paar vraagtekens bij de jonkies. dat was in de tijd dat World Wide Web nog eigenlijk niet bestond. Je had een Archie, dat was heel basic HTTP-verkeer, denk ik. Ja, een soort van protocol. In ieder geval relatief oud. Dit waren de eerste directories van de FTP en een UUG-server. Wat games, GNU-spullen. Sendmail, mail user transport agents, programming, compilers, sources van compilers, converters, mirror van de RIPE database, diverse cert warnings. Dus in die tijd was het al redelijk veel wat er werd gemirrord. Toen in 1996, AT Computing, vanwege 10-jarig bestaan doneert die hardware aan de NUG. FTP-server wordt groter en uitgebreider. XOS, John Vos, heeft de installatie gedaan van het OS. NLNet doneerde een 2 megabit link. Bestond toen uit 2 machines, een Pentium 133 megahertz en eentje van 100 megahertz. En in die tijd werden er nog custom CD's gemaakt. Voor NUG-leden die geen snelle verbinding hadden. Brander is eigenlijk alleen gebruikt om de masses van NUG-cd's te maken. En de diskruimte was behoorlijk gegroeid van 1,5 gig naar 9 gigabyte. Op 1 april 1996 FTP NUG-server gaat het licht zien. Dus namens AT Computing een lint doorknipactie en de machines werden overgedragen aan de NUG. De genodigde bestuur, XOS en NLNet en de vrijwilligers die toen de NUG-server beheren was Jos Vos, Paul Schenkveld en Jan-Christiaan van Winkel. Daarna was de overgang naar Surfnet, 26 februari 2000. Surfnet voorziet in de hardware en een netwerkaansluiting. NLUG verzorgt het operationeel beheer en de archiefbeheer. De machine wordt verhuisd naar SARA, krijgt een 100 megabit full duplex link. En direct de backbone van Surfnet op, dus... In plaats van de 2 megabit verbinding ga je naar een 100 megabit verbinding. CPU power gaat omhoog, wat meer diskruimte. En ook het OS van het systeem wordt geüpgraded. Dus van de 9 gig ga je ineens naar de 85 gigabyte. En dat was in 2000. En dit is de announcement. In de Surfnet Announce Newsgroup, dat Mirror actief is geworden. Jos Vos en JC die doen samen het beheer van de mirrors. En je kan zien dat rond deze tijd, 2000, dat je van de 2 megabit lijn overgegaan bent naar de 100 megabit lijn. Dus de totale gigabyte in throughput is een piek van
ik denk niet dat dit goed is. Dit zal wel megabyte zijn. Want de 700 gig... per dag, 700 gig per dag. Ja, aanzienlijke stijging. PSD. En die pieken die zie je tegenwoordig nog steeds. Alleen, ja, dan zou je weer in de logfiles moeten gaan kijken van oké, welke distributie of welke release heeft zijn nieuwe versie erop gezet. Er zijn nog steeds zoveel pieken, want er zijn ook heel veel distributies. Er zijn mega veel distributies en ook andere mirrors die staan op de NUG-server. Maar nog steeds zoveel pieken? En we zien nog steeds pieken, gelukkig. Ja, ik heb in 2013 heb ik een presentatie gehouden, ook over de NLG-server. En toen hadden we pieken rond de 10 à 15 terabyte per dag. En later in de presentatie zal je zien wat nu de nieuwe pieken zijn. In 2012 hebben we nieuwe hardware gekregen. Geïnstalleerd door Rudy van Drunen en mijzelf. Server heb ik thuis opgebouwd. Hebben we daarna naar Sarah gebracht. En is die machine in beheer genomen. En we hebben de data van de twee oude servers hebben geconsolideerd op één grotere server. Rudy en ikzelf nemen het OS-beheer over. En de administratie van de mirrors wordt door JC gedaan, Rudy en door mijzelf. Wat is nu de huidige hardware? Als je hier kijkt, dit is een van de oudere servers. Die hadden twee externe storage dozen. De nieuwe server, dat is een Supermicro server 4U, compleet vol met disken. Ja, en als je gaat kijken, gezien de hardware sizing heden ten dagen, dat draait een Xeon in. 32 gig memory, een mega rate SAS controller, 1 gig memory zit erin. We waren eerst begonnen in 2012 met 4 keer 1 gigabit netwerkontsluiting richting Surfnet. Daar hebben we initieel wat performance problemen mee gekregen, omdat die getermineerd werd op een Cisco switch, waarbij alle vier de connecties op één bord zaten en die bord had maar een maximale limiet van 1 gig. Dat is na de hand rechtgetrokken en toen hadden we echt 4 keer 1 gig upstream. Tegenwoordig is dat een 10 gig verbinding geworden. We hebben 12 keer 2 terabyte disken in de RAID 5, wat ongeveer 20 terabyte netto is. En daarnaast hebben we 11 keer 4 terabyte disken. En dat is in de RAID 5 set is dat ongeveer 36 terabyte netto geworden. We hebben gelukkig een hot spare drive van 4 terabyte. Dus als er een disk kapot gaat, dan kunnen we in ieder geval de RAID 5 set kunnen we herbouwen. En dan kunnen we rustig op ons gemak kunnen we de disk replacen. En deze hardware is in gebruik sinds 2012. Er is één keer een memory upgrade geweest van 16 naar 32 gig memory. Dat is ook echt het maximum wat er op het moederbord kan zitten. En de 4 keer 1 gigabit netwerkkaarten, die is nu vervangen door een 1 keer 10 gig. En die wordt rechtstreeks op de surf backbone wordt die ingeprikt. Dus qua netwerkontsluiting zitten we nog lang niet aan de limiet. Qua CPU en qua memory zitten we al een tijdje aan de limiet. En hoe vaak heb je een harddisk moeten vervangen? Ik denk 3-4 keer, max. Ja, even afkloppen. De laatste twee jaar hebben we geen potendisk. Klopt. Er zit nu wel één disk in die af en toe een error geeft. Maar ja, als het niet 10 per dag zijn, dan geloof ik het best wel. Welke pot een mega rate gehad? Daar kom ik zo over. Dus het is een redelijk oud beestje. Maar het functioneert nog goed. En
stel dat we gaan upgraden met CPU en memory, dan kunnen we nog veel meer bandbreedte eruit halen. We draaien XFS op CentOS 6. Wat we in de toekomst misschien gaan doen, omdat er maximale memory op het moederbord zit, zal het moederbord moeten worden vervangen. In ieder geval meer memory en meer CPU. Dus dat is iets wat we moeten gaan uitzoeken van hoeveel memory hebben we nodig. JC zou uit de logfiles halen. Wat er ongeveer aan cache nodig is om redelijk al je files in memory te houden. Dat zijn dingen die we nog moeten uitzoeken en dan nemen we contact op met het bestuur en dan gaan we kijken of er resources vrij zijn. Dit zijn de statistieken van 17 mei. We draaien MRTG lokaal op de machine en dan zie je dat daar een piek is geweest van 2,5 gigabit, terwijl over een hele dag een gemiddelde per 5 minuten is van 1,2 gigabit. Wat doet de machine? Hij heeft miljoenen files op het filesysteem. Het draait HTTP, HTTPS. We hebben rsync processen lopen en de machine is ook benaderbaar via FTP. Dus dat zijn eigenlijk de drie protocollen waarmee je files van het systeem af kan halen. Gaan we dan kijken naar een jaarlijkse average. Dit is een average van per dag. En dan zien we dat we eind april, begin mei hebben we een piek gehad van 2,1 gigabit. En gemiddeld over een heel jaar zitten we rond de gigabit. En dat is gewoon gigabit sustained per dag. Af en toe kijk ik ook wel eens op het systeem zelf en uitschieters naar 4 gigabit. Dat is eigenlijk normaal. En machine kan de snelheid nog wel meer aan. Alleen het probleem is het memory. Als er geen files gecached kunnen worden, dan moet je direct naar de spindles toe. En dan heb je de latency van je disken op de miljoenen files. En ja, dat is altijd een probleem. Je ziet hier de piek van eind april. En dan zien we ineens dat er een piekje is van 22 terabyte, wat er op een dag doorheen is gegaan. Dat is redelijk aanzienlijk meer dan vorig jaar. Vorig jaar waren de pieken 10 tot 15 terabyte per dag. En nu zit die op 22 terabyte per dag. Dus ja, als het nodig is, kan die bandbreedte leveren, maar dat zal dan meestal wel dezelfde distributie zijn. En dan is er een piek en dan wordt er alleen maar dezelfde content van de machine afgehaald. Downtime problemen. In 2016 hebben we een defect gehad op de rate controller. Op 20 augustus 2016 was er een defecte rate controller. Paniek gebeurde 's avonds, dus je kan je leverancier niet bellen, want die zijn dicht. Uiteindelijk hebben we via Koen de Jonge bij Procolix, ben ik in de auto gestapt. Hij had nog een rate controller liggen, bijna hetzelfde type. Er zat alleen 512 M cache op de controller in plaats van de gig die we normaal op onze controller hadden zitten. En op 23 augustus, 's avonds laat, hebben we samen met Rudy de rate controller teruggeplaatst. En toen waren we heel erg blij dat de rate controller ook deed wat hij moest doen. Normaal ga je er niet van uit dat als je een nieuwe rate controller in je systeem stopt, dat al je rate sets er zijn. Het zou theoretisch moeten werken, maar ik werk niet bij een bij een groot datacenter waarbij zulke dingen dagelijks gebeuren. Dat was voor mij de eerste keer in mijn leven en ik was redelijk blij dat het in één keer werkte. En ja, er moest alleen een stukje firmware geüpdate worden en daarna werkte alles weer. Dus in eigenlijk binnen een paar dagen waren we gewoon weer in de lucht en de machine die deed het weer. De tweede storing die was in 2017 opgetreden. We hadden een update gedaan van het OS.
En daarna bleek voornamelijk met de Debian Mirror dat er problemen waren. Het AirSync proces dat startte en halverwege stopte gewoon het AirSync proces. En er was geen reden om te zien dat het door het OS-update was. Ja, zijn we heel diep gaan graven. Kon natuurlijk liggen aan de kant waarvan we de mirror haalden. Dus je gaat andere mirrors proberen, andere sites proberen. En uiteindelijk op 11 december heb ik een rollback gedaan van de OS-update. En toen was alles weer in orde. Sinds die tijd heb ik nog geen OS-update gedaan. Om te voorkomen dat deze problemen weer gaan ontstaan. Nou, en dat zie je dus ook weer terug in de grafieken. Op de 20ste, ergens in de avond, is die kapot gegaan. Op de 23ste hebben we de machine weer in de lucht gebracht. Anderhalve dag of zo is daar geen access geweest richting de server. En daarna was die weer in de lucht. Dus op basis van vrijwilligerswerk is die redelijk snel in de lucht gegaan. Ook dankzij Koen, die een hardwarecontroller nog op voorraad had liggen. Ja, dan weet ze je wel te vinden. Ja. Sysadmin sinds 2017. Rudy van Drunen en ik doen het systeembeheer. En de mirror admins, dat is JC sinds 1992. En Rudy en ik, die zijn vanaf 2012 zijn ook de mirror admins. Procedure om een nieuwe mirror aan te melden. Stuur een mailtje naar ftp-admin@nlug.nl. Meestal gaan we dan reviewen van wie vraagt de mirror aan? Waar bestaat de mirror uit? Is het een beetje normaal spul? En dan gaan we de AirSync gaan we opzetten. Adam aan de schedule en daarna wordt hij gepublished. Komt ook wel eens voor dat je een vraag krijgt van kan je ons mirroren? En dan stuur je een mailtje terug en dan hoor je er nooit meer wat van. Zulke soort dingen gebeuren ook. En af en toe kom je een site tegen die net begint of die verschrikkelijk langzaam is. En dan bied je aan van ik zie dat jullie open source-achtige spullen hebben. Van, is het goed als wij een mirror voor jullie draaien? Dat is ook regelmatig gebeurd. En dan zetten we een nieuwe mirror op en dan kan de content gewoon geshared worden. De top downloads die we de laatste maanden gehad hebben, dat is Kiwix, Guru 3D, Blender, Fedora, Linux Mint en Open Fietsmap. En dat is eigenlijk de top van de downloads die er nu zijn. Kiwix, een offline reader. En dan kan je bijvoorbeeld Wikipedia, Project Gutenberg en TED Talks kan je offline bekijken. Niet iedereen is 24/7 online. Bepaalde landen mag bepaalde content niet gezien worden. Nou, dan wordt daar ergens een off-site kopietje gemaakt, zodat iemand anders dat weer offline kan lezen. Ik had zelf ook nog nooit van Kiwix gehoord, totdat ik bij de website kwam en ze zochten mirrors. Dus ik heb contact met ze opgenomen en sindsdien draaien we een mirror van Kiwix.org. Guru3D.com. Het is eigenlijk een site die reviews doet van hardware, van stukken software. Daar hebben wij de mirror van. Ze hebben wat drivers van Radeon, van GeForce, Tweaking Utilities. En daar draaien we ook al een redelijke tijd draaien we daar de mirror van. Blender. Dat is een ray tracing programma. Daar kan je 3D-modellen maken. En die staat ook redelijk hoog in de downloadlijst. Het meeste wat er gedownload wordt zijn grote demo's. Maar we bieden ook de software zelf wordt gemirrord. Fedora, iedereen kent hem wel.
Ook een van de top downloads. Linux Mint. En Open Fietsmap. Open Fietsmap is een stukje van OpenStreetMap, wat in Nederland fietsroutes verzorgt. Ja, klopt. Naast Fedora hebben we ook CentOS, we hebben Ubuntu, we hebben Debian, BSD's, de Open Solaris, Open Indiana, noem maar op. En ik denk dat we er wel meer van hebben. En dit is eigenlijk het einde van de presentatie in... Ja. Heb ik mijn eigen Debian Mirror maar gemaakt. Uh-huh. Omdat ik gemeten had dat als ik het van de Enlug server ophaalde, dan duurde mijn Debian upgrades ongeveer 10 keer zo lang als dat ik hem van lokaal ophaalde. Dus, ik heb ook met de Debian beheerders van ftp.debian.net, NL Mirrors gekeken. En daar is het 2 keer zo lang als van lokaal. Dus het is voor mij sneller om het uit Enschede te downloaden naar Amsterdam, dan dat het is van 2 hops naast waar ik zit bij de Enlug-server. Vind ik een beetje jammer. Ik zou graag veel snellere hardware willen zien, want ja, dat de Enlug-site dat wil ik ook wel zien. Komt goed uit dat ik in het bestuur zit, dus ik zal proberen om daar een lans te breken. Ja. Maar de Enlug-site zou gewoon de snelste site moeten zijn in Europa. Ja, dat zou ik ook graag willen. Ja. Nee, het probleem is ook omdat FTP en UG.nl die heeft verschrikkelijk veel distributies. Terwijl als je naar... Ik zie heel veel aanvragen ook komen van CentOS Mirrorlist. Ik ben op al die mirrorlisten ben ik geabonneerd. En dan zie je dat bijvoorbeeld ineens een klein hostingpartijtje die wil dan CentOS mirroren. En dan ga je op hun mirror server kijken en dan zie je alleen CentOS staan. Ja, zo kan ik het ook snel krijgen. de beperkingen liggen nu gewoon aan de hardware. Die 32 gig memory is voor al die distributies is aan de krappe kant. De machine is al 7 jaar oud. Dus, of 8 jaar. Memory, ja. Ja, je ziet als ik een ATOP doe van 5 seconden, dan zie je gewoon dat hij bijna al het memory flusht binnen 5 seconden voor een nieuwe file table en caches van files. Ik had ook aanvraag gekregen van iemand die, dat vond ik ook wel een goed idee zelf eigenlijk, om NPM te middelen. Namelijk omdat daar nogal nu wat politieke issues spelen als je het misschien volgt. Alleen, ja, dan moet je touwtje erbij lopen. En dat is natuurlijk ook funest voor de hoeveelheid memory. Dus dat kan alleen als we hardware upgraden. Ja. Mark, ik heb 2 vragen. Ja. 1, worden de backups gemaakt? Het is een publieke mirror, dus wij halen al onze spullen ook van remote sites. Ja, precies. Dus als je maar die FTP, de video's van de Enlug zelf bijvoorbeeld, die staan er ook op. Worden die nog apart gebackupt? Of? Nee. Oké. Okay. En de tweede vraag is... Ja? Maar dat weet niemand. Oh, oké. Okay. En de tweede vraag is, wie draagt de kosten van de hosting en de bandbreedtegebruik eigenlijk van die server? Sarah betaalt de hosting en de power, dus het rekje en de stroom. En de stroom. En Servnet Colocation betaalt de bandbreedte. Ja. Ja, ik zag het nooit op de financiële statuten staan, dus ik voel me eigenlijk af waar dat heen ging, maar dat zit dus daar. Ja, oké. Okay. Ja. Dankjewel. Ja.
Dus dat zijn we ze heel erkentelijk om, want ja, ik denk dat een 10 gig internetontsluiting en hij zit redelijk dicht bij de M6, dat ja, voor normale mensen een best wel een kostplaatje is. Ja, ik had laatst ook nog, Surfnet die is daar heel blij mee dat ze dat kunnen sponsoren, want die worden ergens afgerekend op hoeveel traffic en hoe meer hoe beter. Ja. Nou, dat kunnen wij voor zorgen. Dus het idee is ook, als we andere hardware hebben, zouden we ook gewoon met weinig moeite naar 40 gig ethernet kunnen gaan. Dat is 100 gig heeft Surfnet daar niet fysiek aanwezig. Nee, maar hiervoor ja, hadden ze ook geen 10 gig. Nee, inderdaad. Wij hebben gevraagd om 10 gig. Of meer bandbreedte. En toen zeiden ze van, oh, maar dat is misschien voor ons wel een reden om onze switch bij Sade B op te upgraden. Ja. Ja. Ik heb nog een vraag. Jullie hebben het zelf al 10 keer gezegd, dus ik kan het wel nu zonder veel scrupule herhalen. Er zijn drie old farts die hier deze commissie trekken. Is het misschien tijd om een keer wat van die jonge gasten erbij te pakken en daar wat jong bloed in de commissie te brengen? Zodat je continuïteit voor over 20 jaar ook kan waarborgen. Nou, ik denk dat wij nog wel 20 jaar mee gaan houden. Tenminste, ja, dat toch? Hoop ik. Ja, ja, maar aan de andere kant is het ook zo van, met zoiets moet je wel een klein beetje voorzichtig zijn, want het is natuurlijk wel redelijk publiek interessant punt om dingen te doen die het daglicht niet kunnen vertragen. Om het eventjes, dus je moet wel... Het is ook niet zo dat we gewoon een sticker hebben met het root password die we hier op een stapeltje hebben liggen. Maar ja, als ja, jij wel. Hij bedoelt de jonge mensen. Oké, ja, als jonge mensen zich melden, kunnen we dat inderdaad in overweging nemen. Zo moet ik dat eventjes politiek correct zeggen. Maar het is niet zo dat we nu 20 man nodig hebben, want de inrichting is zo gedaan en het is een enkele machine dat we ook niet daar een dagtaak aan hebben, zou ik maar zeggen. Nee, totaal niet. Zou het wat opleveren als je meerdere machines neerzet dan? Zou het wat... Je zet nou één grote zware machine, die doet alles trek, en je zou gewoon meerdere machines met meerdere disk op kunnen zetten die een beetje verdeeld. Wat is dat tussen de precies Ja, load balancer voor. Ja, complexie. Ik had net. Jij zat bij mijn praatje ook. Je had iets over complexiteit. Dat is complexer voor jou. Ja. Ah, dit is voor ons allemaal complexer. Maar. We hebben een cluster achtergelaten. Hè, ja. En dat ja. Vervolgens hebben wij dat. En zo. En dat had ook zijn heks. Ja. Ja. Ik wou nou niet direct. Precies. Nee. Ja. Ja, het kan, maar dan denk ik dat het kostenplaatje van de shared storage een beetje de spuigaten uit gaat lopen. Ja. Ja. Wat zeg je? Nou, de CPU is ook niet zo snel meer. Als je meer RAM hebt, heb je natuurlijk ook meer CPU nodig. Nee, meer. Ja, de machine swapt niet. Nee. Als hij ging swappen, dan hadden we helemaal geen performance meer. Nee. Ja. Nou, bij deze kan je al beginnen met je politieke... Ja, daar ben ik al mee begonnen. Oké. Ik denk dat als er verder geen vragen meer zijn...
Hit the beer running. Ja. Qua opslag, hoeveel zitten we nou? Ik denk dat we nog 10 terabyte vrij hebben. Dus als je nog een mirror hebt? Ja. Ja, maar... Ja, en ik heb ook al 2 keer gezegd dat ik gewoon ophalen, maar dat kwam er dus gewoon 2 keer niet van. Ja, dat je hem vandaag niet meegenomen hebt dan. Ja, hadden we hem net naar Mike in de auto kunnen schuiven. Nee, maar dat is zijn eetkamertafel, dus dat moet voorbereid worden. Bij zijn tafeltje, nou ja, ook. We moeten gewoon... Zeg ik weer hetzelfde als een half jaar geleden. Punt. Andere... Oké. Hit the beer running.